dankjewel voor het zorgen voor mijn oma, wat je altijd in de schaduw hebt gedaan. Dankjewel voor je tijd, voordat je altijd zonder klagen om 5:50 bent opgestaan. Dankjewel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dankjewel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest. Dankjewel voordat je zelfs op deze dagen ervoor kiest om er voor een ander te zijn. Jullie zijn de helden die zich nooit ziek kunnen melden, vermomd als een gewone man of vrouw. Jij weet wie je bent, deze is voor jou. Jullie zijn de strijders, altijd nuchter en bescheiden. Je laat nooit iemand achter in de kou. Jij weet wie je bent, deze is voor jou. Alsjeblieft, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan. Alsjeblieft, een kleine lichtstraal in het donker. Deze spotlight is voor jou van nu af aan. En dankjewel, dat je zelfs tijdens deze dagen ervoor kiest om er voor een ander te zijn. Jullie zijn de helden die zich nooit ziek kunnen melden, vermomd als een gewone man of vrouw. Jij weet wie je bent, deze is voor jou. Oh, dit is voor de strijders, altijd nuchter en bescheiden. Je laat nooit iemand achter in de kou. Dank je wel, deze is voor jou. Hallo, ik ben Kees Bakker, uitvoerder bij Lindeloof. En we staan hier op het project Westpunt, fase 2. Ja, en hoe staat het momenteel met de werkzaamheden? Waar zijn jullie? Het gaat redelijk voorspoedig. We hebben wel wat tegenslag gehad, ook het weer en nu met de corona natuurlijk. Maar zoals je ziet, we hebben de onderlaag asfalt er al in zitten. We gaan nu verder richting de Komijn en de Kaneelhof. En we zijn hier in de Kerfhof al druk bezig met de bestratingen. Dat zal misschien nog 2 weken gaan duren en zit alles weer dicht. En ja, de rioolploeg is al bijna bij de Komijnhof aangekomen. Dus ja, het gaat voor de rest voorspoedig, mits ze kunnen blijven werken. En ja, dat is dan maar de vraag. Dat is natuurlijk het kernpunt, hè? Of jullie kunnen blijven werken. Ja, je bent natuurlijk ook buitenland werk. Ja. Maar je hebt dus afstand houden, hè? Anderhalve meter van elkaar. Ja, dat soort allemaal extra maatregelen. Ja. Niet meer 4 of meer in een keet. Hygiëne is erg belangrijk moment. Vergaderen is allemaal uitgesteld. Dat is allemaal van afstand nu. Ja, er zijn best wel wat ontwikkelingen nu bezig. En niemand kan echt met zekerheid zeggen hoe het afgelopen. Dus voorlopig mogen we nog door maar werken. En ik hoop dat het zo blijft. Thank you.
getackled. Ja, maar dat zeggen we. Ja. Zolang ze wel denken van waar moet ik nou heen? Ja, het zal zo blijven, mevrouw. Ja, dat weet ik dat. Maar ik ben blij dat jullie al zo ver zijn. Ja, langs deze kant blijft het goed gaan als het goed is.